Mensen, nou, welkom bij deze helaas online, maar ja, toch beter dan niets, nutsmeeting. We zouden vanmiddag eigenlijk hier in Driebergen zitten met z'n allen, voor het eerst sinds tijden. Maar goed, we hoeven er niet lang bij stil te staan waarom we nu toch online zijn. De agenda heeft vandaag 5, 6 punten. We beginnen even met een korte opening en een voorstelronde. Dat kan nog net met het aantal aanwezigen. Dan is er een update vanuit de standaarden, de technologie en de stichting. Vervolgens gaan we stilstaan bij de nu lopende bolds en nieuwe initiatieven. Dat is tevens een inleiding op het agendapunt voor na de pauze. Dan introduceren we een nieuw idee. Geheel in lijn met de metafoor van nuts en bolds gaan we dan naar onze workbenches om te gaan klussen. En daar gaan we met 3 actieve bolts aan de slag. Een aantal van jullie heeft zich daarover opgegeven, dus daar komen we zo meteen wel even op terug hoe dat allemaal precies in zijn werk gaat. En om 1 uur of 4 rond de afronding is er iets van een plenaire terugkoppeling en een bring your own drink. Dus dat is het idee voor vandaag. Zijn daar vooraf nog aanvullingen of opmerkingen op? Ik heb er 1, Sergey. Ja? Ik zou graag we hebben de Why Community Meeting ook nu echt in het leven geroepen. Why ja? Nuts? Waarom willen we dit nou eigenlijk allemaal? Het lijkt alsof de bijeenkomst gaat zijn via Zoom op 22 december. Dus iedereen die vandaag zo enthousiast wordt om ook nog eens terug te kijken van waarom doen we dit nu en waarom is dit belangrijk? Ongeveer de basis van dit alles. Dan 22 december lijkt de dag te worden. Mocht je dat interessant vinden, geef dat even aan. Super, dankjewel. Ik zal de agenda ook even delen hier. Dit scheelt ook een agendapunt, Jochem, want ik had deze mededeling voor jou geagendeerd. Maar nu heb je hem al gedaan, dus dat is super. Dat scheelt zo meteen weer een minuut. Verder nog? Aanvullingen? Wijzigingen? Als je die link volgt, kan je ook zien waar je op kan geven. Dus dan, als je dat wilt, en wees van harte welkom, want daar kunnen we ook veel mensen bij gebruiken, dan volg deze link in de chat en meld je aan. Oké, dan beginnen we met de voorstelronde. Dat is uitdagend met een groot aantal deelnemers. Dus ik ga even mijn Zoom-scherm naar boven verplaatsen, zodat ik mijn best ga doen om iedereen in volgorde aan de beurt te laten. Mark, wil jij beginnen deze keer? Ja, ik ben Mark. En ik werk beneden op en ik mag daarnaast voorzitter zijn van Stichting Nuts. En ik ben hier omdat ik enthousiast ben over Nuts. En ik ga zo dadelijk het online ondertekenproces van de intentieverklaring en overdracht met Nuts begeleiden. En dan hopen we dat dat goed gaat. Super. Steven? Ja, hi. Goedemiddag, Steven van de Vecht. Werken aan Nuts en de Nuts-standaarden. En ik ga jullie straks iets vertellen over de bots en de workbenches. Mooi. Tim? Een hele goede middag. Tim Fransen, stichtingsbestuurslid, werkzaam bij NEDAP. En al enkele jaren enthousiast betrokken bij Nuts. Mooi. Wout? Wout Slakhorst, werk aan Nuts specificaties en tech. Yes. Guido? Kreeg ik hem? Ja? Hoi. Ja, Guido van Nooit en directeur oprichter van Whitebooks. En ook bezig met het decentralisatiesysteem. Het is altijd leuk om elkaar te zien. Super, fijn dat je er bent. Arjo? Ja, Arjo Roosboom, zelfstandige. Ik denk dat een aantal mij kent vanuit programmabureau Inzicht, maar ook daarnaast bezig met onder andere de ANW-bold en ook de impactanalyse nuts gemaakt voor Actis. Dankjewel, Arjan. Dan heb ik hier een naam staan, dat is een afkorting denk ik, AD Rock. Als je je aangesproken voelt, stel je voor. Dan moet je heel even unmuten. Ja. Hallo, ja, Annemarie Rock. Ik werk voor de zorggroep Aliana in het mooie Friesland en ik ben projectleider van het interne projectleider voor het stuk PGO en EO. Mooi, welkom. Johan? Deze? Ulekaten. Ja, Johan Ulekaten, directie langdurige zorg van VWS.
Wij sponsoren natuurlijk met dank aan de belastingbetaler allerlei trajecten. Ik ben betrokken ook bij Inzicht en bij het actieprogramma IWLZ. En dan hoor ik vaak nuts. Dus ik doe een poging om er wat meer van te begrijpen langs deze weg. Welkom, fijn dat je erbij bent. Bernard. Ja, Bernard Otte, product specialist ICD bij SDB Groep. Dus we leveren ook bijdrage aan e-overdracht en PGO. En daarvoor zitten we vandaag hier. Super. Dennis. Ja, Dennis Snippert, product owner bij eCare, leverancier van het ICD Puur. Fijn dat je erbij bent. Dylan. Ja, Dylan Meijboom, developer bij Nuts. Mooi. Joost? Joost, arts bij NEDAP, fan van Nuts, omdat het een van mijn problemen oplost. Welkom, Floortje. Floortje van der Linden, ik ben accountmanager bij Gerimedica, leverancier van behandeldossier ISIS. En ook, Gerimedica is ook ambassadeur van Nuts, dus vandaar. Mooi, dankjewel. Floris? Ik ben developer bij Label en ik ben aan het kijken of ik dit kan implementeren voor ons. En kijken of we daarmee verder komen. Perfect. Hans Krabben? Ik ben Hans Krabben, lead developer bij SB Groep en bezig met het inzichtproject. Welkom Hans. Helene? Ik ben Helene Zwaneveld en ik ben bestuurder bij Label en betrokken bij Nuts vanaf de start. Super, welkom. Hendrik? Goedemiddag, ik ben Hendrik Veenstra, Enterprise Architect bij Zorggroep Aliade. Ik werk samen met Annemarie, die zich net heeft voorgesteld. Ad hoc. En wij gaan bezig met de e-overdracht en de PGO. Mooi. Herre? We kunnen jou nog niet horen, Herre. Oh, je verbinding is misschien niet... Dus kom ik zo even bij je terug. Jan. Ik ben Jan Allesme. Ik werk bij Label. Wij zijn ook bezig met Nuts. Super, welkom Jan. Jelmer. Jan, terwijl werk bij NEDAF en nauw betrokken bij de e-overdracht en PGO-inzichtregelingen. En vandaag hier ook om onder andere te tekenen. Super. Jochem? Jochem van Hal. Hi allemaal. Volkomen Nuts sinds 2018. Werk bij Ilogos en bij het Radboud UMC. En Ilogos wil graag betekenisvolle informatisering realiseren. En daar heb je Nuts voor nodig. Mooi. Jorrit. Oh, ja, Jorrit. Fan van Nuts. Ja, dat is het eigenlijk wel. En heel bescheiden, zou ik nog bij zeggen. Dankjewel. Leendert? Ja, Leendert Gelder. Ik werk bij Ozo Verbindzorg, online communicatieplatform, om samenwerking te verbeteren. En daar wil je goed samenwerken, dan moet je ook wel af en toe wat verbinden met elkaar. En dit is een mooie club daarvoor. Welkom, Leendert. Michiel? Ja, Michiel Bruins. Werk voor Gerimedica, de behandeldossier ISIS. En ik hou mij inderdaad ook bezig met Nuts en e-overdracht. En PGO. Top. Paul Nijssen. Paul Nijssen van Label. Ik doe een productontwikkeling bij Label. En samen met Helene op het bestuur. Welkom. Paul van Zachten. Paul van Zachten. Ik ben productmanager bij Arbcare. En ook wij zijn voornemens om vanaf volgend jaar Nuts te gaan hanteren voor overdracht. Mooi. Rijn. Ja, Rijn Krul, softwareontwikkelaar, aangehaakt door NEDAP om mee te schrijven aan de standaarden en de referentie-implementatie. Welkom Rijn. Ron. Ron Obbens, zelfstandig projectmanager, nu betrokken bij de WVGZ en de WZD en zeer geïnteresseerd in ontwikkelingen.
Welkom, Ron. Ruben? Goedemiddag, mijn naam is Ruben Papen. Ik ben product owner interoperabiliteit bij de zorgdomein. En al een tijdje betrokken ook bij de totstandkoming van de Volt e-overdracht. Mooi. Sandra? Ik ben freelance tekstschrijver en vind het leuk om Nuts persberichten te schrijven. Mooi. Welkom. Toon? Ja, ik ben Toon Wezenberg, werkzaam bij CAC Codex, gericht op gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Wij hebben samen met Jorrit gekeken naar de Bolt geboortezorg, waarbij we natuurlijk zoeken naar de onafhankelijke oplossingen en dat voldoet Nuts aan. Top. Vincent? Goedemiddag. Vincent van den Berg, vanuit Chipsoft betrokken bij Nuts, vanuit samenwerking, kennisdeling. En hou me bezig met gegevensuitwisseling onder andere en authenticatie. Mooi dat je er bent. Herre, heb jij je microfoon gevonden? Zeker. Herre Uithout, zorgdomein. En ook betrokken bij onder andere de projecten rondom e-overdracht. Mooi. Ben ik onverhoopt iemand vergeten? Roep dan. Ik haak net in, dus misschien is dat het. Welkom, Jolanda. Ja. Ik was een beetje laat, excuus daarvoor. Jolanda Visser, ik ben business consultant bij Amare Zorggroep en erg geïnteresseerd in het concept. En vandaar aangesloten bij deze meeting. Mooi, welkom. Nou, dan zijn we volgens mij compleet. En dan gaan we over naar het volgende punt, de update vanuit standaarden, technologie en de stichting. Dan beginnen we met standaarden en technologie. Wie mag ik daar vandaag het woord voor geven? Ja, dat ben ik. Ik zal even. Ik had wat puntjes op een slide gezet. Ik hoef niet alles te onthouden. Play. Mooi rood. Is niet lelijk. Mooi, ik die programmeercode die we nog even konden zien. Ja, dat lijkt het net echt, hè? Alsof ik daar wat doe. Ja. Oké, korte development update. Gezien het publiek zou ik het oppervlakkig houden. Toch interessant. Afgelopen tijd. We hebben heel veel werk gestoken in het updaten van onze demo's. Voor degenen die het niet weten. Voor zowel de e-overdracht als Zorginzagen Bolt hebben wij gewoon een online demo gebouwd. En die onderhouden we ook. Dus er is gewoon een plek waar je heen kan gaan om het te proberen en om het uit te proberen. Dus we hebben ook de nodige hackathons gehad. Als het goed is heeft iedereen allemaal alle prachtige video's gezien en geweldige LinkedIn berichten en persberichten en dergelijke, hoe geweldig het niet is. En dat kost wel de nodige inspanning ook van de ontwikkelingskant. Omdat we nu ook betrokken zijn bij ontwikkelen van de bols of het begeleiden van de bols, dat daar de juiste dingen in komen staan. Nou, en dit brengt wel de nodige druk op ontwikkeling mee. Je hoeft je niet zorgen te maken of zo van, hey, straks zijn er dingen niet af. Maar we hadden een soort luxe positie dit jaar, een soort agendaatje opgesteld. Nou, dit willen we eind van het jaar halen. En we lagen mijlenver voor op de agenda en nu liggen we gewoon op koers. Dus dan is het luxe probleem is weg. Dat is wel, ik word er wel vrolijk van om voor te liggen op de agenda. Maar geen nood is nog geen probleem. Oké, maar wat gaan we dus doen? Waar zijn we mee bezig? We zijn nog steeds bezig met private credentials. Goh, zeg je dat niks? Dit is in de discussie van het patiënt geeft toestemming dat zorgverlener A en zorgverlener B gegevens mogen uitwisselen. Het feit dat gezegd wordt, het afschrift daarvan, mag alleen bij die twee zorgverleners leven. En niet bij de rest van het netwerk. Nou, daar hebben we nog wat werk in te doen. Niet iedereen mag dat zien, dat die twee een relatie hebben. We krijgen daar een cadeautje bij, dat heet Service Discovery. Dat alle nodes elkaar automatisch kunnen vinden. Nu moet je dat nog handmatig doen. Maar dan zal het netwerk zichzelf gewoon vormen. Zolang je maar één bootstrap nodig hebt ingevuld, of dat je al een stukje van de data hebt. En wat we ook aanzien komen,
Dus we zijn al zo ver, vind ik zelf. Dat we een lijstje hebben opgesteld van, goh, wat willen we nou eigenlijk als laatste puntjes doen, voordat we kunnen zeggen van, dit kan definitief in productie. Dus alle features zijn al klaar. Het is daarom dat we kunnen hackathons doen. We kunnen testen, netwerken gaan draaien. Je kan alles ondersteunen. Maar wat zijn nou de narigheden die je allemaal nog bijkomen bij echt productie? Nou, dat is dit lijstje. En dit is ook de laatste slide wat dat betreft. Het netwerk en de nutsnodes die kunnen onderling wisselen die publieke sleutels uit. De public key infrastructure. Daar horen ook private keys bij. En die wil je zo goed mogelijk opslaan in je eigen systemen. Nou, nu zit dat onder andere op disk. Maar je wil daar mogelijkheden bieden, zodat leveranciers dat heel goed ver weg in een beveiligde kluis kunnen stoppen. Maar dat het er toch nog gebruikbaar is. Backups maken en terugzetten. Buiten het feit dat het kan, moet er ook een goede handleiding komen voor de system operators, zodat ze ook weten wat ze moeten doen, wanneer ze dat moeten doen, wanneer wel, wanneer niet, dat soort zaken. We wilden performance testjes gaan draaien. We hebben zelf gewoon wat getallen genoemd. We dachten, nou, er moeten minimaal 1 miljoen transacties in kunnen zitten en dan moeten er 100 per seconde nog doorheen komen. Nou, dat zegt jullie natuurlijk allemaal niks, want wat is 1 transactie? Een nieuwe organisatie die meedoet bij het netwerk is 1 transactie. Dus daar gaan we er nooit 100 per seconde halen, want dan zijn we in Nederland heel snel klaar. Maar je hebt bijvoorbeeld ook het vastleggen van de grondslagen. Dat is in principe ook 1 transactie. Nou, we hebben wel eens zitten rekenen. Goh, voor het hele land, als we het overal voor zouden gebruiken, dan zouden we gemiddeld op 2 transacties per seconde of zo komen. Nou, we mikken dus op 100 per seconde. Dan zitten we in ieder geval wel goed. HA, dat staat voor High Availability. Ook al zijn de nutsnodes, de software is zo ontworpen dat het gewoon een willekeurige node een dag down kan zijn en de rest draait gewoon lekker door. Wil je toch voor zorgen dat het zo goed mogelijk en zo hoog mogelijk beschikbaarheid heeft. Nou, en daar moeten we nog wat zaken voor doen. Release management hebben we natuurlijk over. Versienummers, dat heeft ook met governance te maken. Hoe lang mag je achterlopen? Wat betekent nou zo'n versie upgrade? Hoe gaan we dat aankondigen? Al dat soort dingen. Protocol updates, dus een stapje lager. Dat zijn we nu ook aan het beproeven. We gaan van een versie 1 protocol naar een versie 2 protocol. Hoe zorgen we ervoor dat al jullie allemaal, alle kijkers, of je nou techneut bent of niet, dat je er eigenlijk niks van meekrijgt en dat het toch gebeurt? Dan zijn wij goed bezig, zeg maar. Monitoring. Nou, hoe monitor je nou je nutsnode? Hoe weet je nou wanneer die kapot is? Hoe weet je nou wanneer je moet updaten? Trekt die je hele infrastructuur omlaag? Gebruikt die te veel geheugen? Zet je dat in een cloud-oplossing? Hoeveel geld gaat je dat dan kosten qua CPU-cycles? Nou ja, al dat soort zaken. En dan de laatste twee, dat is pure documentatie. Hoe gebruik je nou de nutsnode? Hoe configureer je hem? Er zijn natuurlijk allerlei dingen zijn er al voor beschikbaar, maar als je naar een productiesetting gaat, wil je ook ervoor zorgen dat het aansluit bij de verschillende processen van systeembeheerders. Daar zijn nog wel een aantal dingetjes voor nodig. We hebben daar de nodige checklist voor. En we zijn ook niet vreemd van software naar productie brengen. Dus dat is in ons oogpunt gewoon werk. Dat is in een notendop waar we dus mee bezig zijn. En het voelt een beetje aan alsof dat naar de laatste punten aan het gaan is. In ieder geval niet meer iets waar we een heel jaar mee vol kunnen maken. Mooi. Ja, dat is wel een gezicht. Sorry, wat zei je als laatste? Ik onderbrak je. Ja, nou heeft iedereen weer een roze gezicht om erin. Kijk jongens, code. Oh. Dat is niet eens een code. Even kijken. Stop. Dat is gewoon documentatie. Oké. Okay. Nou, dankjewel voor die update. Ik zie... Toon, is jouw vraag beantwoord via de chat of wil je hem nog stellen? Ik zie in ieder geval een vraag over een OTAP-straat. Ja.
Dat is ook wel een leuke in deze context. Ik had het er toevallig vanochtend met onder andere Jelmer ook nog over. De klanten van de leveranciers, ook hier aanwezig, de zorginstellingen, die zullen natuurlijk bepaalde features van het softwareproduct willen gaan testen. En doorgaans doe je dat op een acceptatieomgeving. Dat is wel een interessante, want in principe kan je niet testen met gegevens van een echte patiënt als je dat naar een andere zorgverlener aan het sturen bent. In test. Want de patiënt heeft daar geen toestemming voor gegeven. Dus het enige waar je dat mee kan doen is testpatiënten. Dus dat vergt waarschijnlijk ook nog de nodige afspraken tussen allerlei partijen. En dan is dat voor ons de vraag van, is dat niet gewoon een productienetwerk dan? Of is dat een testnetwerk? Qua technologie, een netwerk in het leven roepen. Degenen die bij hackathons aanwezig zijn geweest, die weten dat dat niet meer dan een halve dag kost voor mensen die er nog nooit wat mee gedaan hebben. En voor de ingewijden ben je er ongeveer 5 minuten mee bezig, zullen we zeggen. Dus dat is niet voor werk. Mooi. Ik zie ook wat discussies toch over de functionaliteit en hoe nuts werkt. En het is goed dat die ook weer plaatsvinden, want elke keer hebben we natuurlijk altijd verschillende hoeveelheden van ervaring en kennis en perspectieven aanwezig in onze meetings. En dat komt altijd weer vragen op die mogelijk al eerder ergens anders beantwoord zijn. Maar ik stel voor om ze in dit geval ook later ergens anders te beantwoorden of verder te behandelen. Wees overigens vrij om die chat te gebruiken als je dat wilt in de meeting om daar verder over te praten. Ik zeg niet dat je daarmee moet stoppen, maar ik wil in ieder geval deze tijd live en in sync niet daarvoor gebruiken. En er zijn ook andere gelegenheden waar dat natuurlijk wel kan. Dus stay tuned daarvoor. Nou, dank Wout. Zijn er nog meer vragen aan Wout? Zo niet, dan door naar de andere mededelingen. Jochem heeft het net al even gezegd. Mocht je nou inderdaad die link gevolgd hebben in de chat en op de agenda terecht zijn gekomen en je klikt op dat linkje inschrijven en je komt niet verder, dan kan het zijn dat je nog niet op Slack zit. En iedereen is welkom om de Slack community van Nuts deel te nemen. Dus stuur dan even, is dat de procedure? Stuur een mailtje naar info@nuts.nl. Nee, we kunnen tegenwoordig... Oh, we wilden hetzelfde gaan zeggen. Doe jij maar. Mensen kunnen zichzelf tegenwoordig uitnodigen via nuts.nl/contact. En dan is dat een van de bullets. Super. Dat is dan de W. Als iemand dat linkje nog even in de chat wil gooien, dan kunnen mensen die dat nog niet gedaan hebben, dat direct doen als ze dat willen. Datzelfde geldt voor een andere aankondiging. We hebben vorig jaar een subsidie gekregen van het SIDN-fonds om een aantal issues aan te pakken. En die vroegen ons als bestuur, toen we dat indienden, om ons lange termijn beleidsplan. En toen kwamen wij erachter als bestuur dat we dat nog niet hadden. Dus we zijn bij elkaar gaan zitten en zijn ons gaan afvragen wat zou dat zijn. En daar hebben we een eerste voorzetje voor gemaakt. En dat hebben we met jullie gedeeld. En dat is vanzelfsprekend nog grof en open. Maar daar zouden we graag verder over praten met mensen uit de community die daarin geïnteresseerd zijn en die daar aan bij willen dragen. Daarvoor hebben we 10 februari aanstaande een 2 uur in de middag gepland. Wees welkom. Schrijf je in. Of meld je bij ons. Dat staat overigens niet, we horen wel eens, die wil ik gelijk even wegnemen, in het veld dat de governance van Nuts niet helder zou zijn. Daar is wat ons betreft geen sprake van. Ons langetermijnplan misschien wel. Maar de governance niet. De issues die je kan automatiseren, die hebben we in de Nuts-technologie geautomatiseerd. Dus heel veel dingen die anderen in een governance regelen qua menselijke organisatie zijn bij ons geautomatiseerd. En die paar punten die over zijn gebleven, die hebben we in een aansluitovereenkomst gestopt. En die ligt voor eigenlijk bij de aansluitende leveranciers om tegen de tijd dat die in productie gaan te gaan tekenen. En meer governance is er wat ons betreft niet nodig, want het is eigenlijk gewoon tussen de zorgaanbieder en zijn of haar leverancier om dat met elkaar te regelen binnen de huidige wetgeving. Dat maakt de governance ook heel erg minimaal binnen Nuts. Dat gezegd hebbende, nog een korte update over de samenwerking rond TWIN, of met TWIN en de Taskforce Samen Vooruit voor de e-overdracht standaard. Daar zijn we vorig jaar mee gestart, nadat het informatieberaad een voorstel van Actis en ZN besproken had om dat met Nuts te beproeven.
zijn we bij elkaar gezeten, is er een kernteam ingericht. Dat kernteam heeft onder meer een fit gap analyse gemaakt. Die is in een eerdere Nuts Community Meeting besproken. Daar kwam uit dat er geen onoverkomelijke issues zijn om de Nuts-uitgangspunten en de Twin-uitgangspunten te overbruggen. Er zijn wel een paar dingen uitgekomen. Bijvoorbeeld een rolgebaseerd autorisatiemodel voor de hele zorg. Wat er nog niet is. Wat een voorwaarde is om de Twin-uitgangspunten te kunnen hanteren. Dus buiten Nuts en Twin om moet daar aan gewerkt worden in Nederland. Nou, dat gebeurt ook volgens mij. Als dat er is, dan is er in ieder geval een wat langere termijn issue ook opgelost. Dus wat er nu afgesproken is, vorige maand in een bestuurlijk overleg tussen Nuts, Twin en de Taskforce Samen Vooruit, is dat er toegewerkt wordt naar het opnemen van de Nutsbolt e-overdracht in het Twin afsprakenstelsel. Als de issues die er nog zijn, zijn uitgewerkt en opgelost. Daar is de werkgroep verder mee aan de slag gegaan, ook na dat overleg. En dat er geen issues zijn om in de context van de inzichtregeling, op basis van de TA die de Taskforce Samen Vooruit heeft gemaakt met Nuts, al aan de slag te gaan. Dus dat is erg goed nieuws, denk ik, voor iedereen. En daar zijn wij in ieder geval heel blij mee. Dus dat is fijn om hier mee te mogen delen, ook aan jullie. Ik zie dat er inmiddels nog een agendapunt bijgekomen is, maar voordat we daar naartoe gaan, even of die er nog vragen over zijn. Aanvullingen? Misschien korte vraag. Wie zit er in die werkgroep, Sergej? In de werkgroep zit vanuit de Nutscommunity Jorrit. En vanuit VZVZ zit daar Wouter Teesing volgens mij in. Jorrit, misschien kan jij dat beter zeggen. Jij zit dagelijks in die werkgroep ongeveer. De kernteam e-overdracht. Ja, vanuit VZVZ Wouter Teesing. Vanuit Twin Mark Sandberg en Jan Veenstra en Ursula, wiens achternaam ik ben vergeten. Dat zijn een beetje de architectachtige mensen. En dan zijn er nog mensen van Nictis en van VNVN bij. En het wordt gecoördineerd door Hanne Veldhuis van MNI. In opdracht van VZVZ. Oké, dank. Check. Oké. Ja. Was er nog een vraag? Sorry. Nee, dat hoorde ik nou verkeerd. Geen probleem. Even kijken. We zoeken een developer voor Nuts.nl. Tim, wil jij er iets over zeggen? Ja, ik had me nog maar even snel bijgetypt. Want we hadden vanmorgen bij de stichtingsvergadering gezegd. Het is wel goed om dat nog even te benoemen. Ondanks dat ik al een keer een oproep voor had gedaan op Slack. We zijn eigenlijk op zoek naar een developer die even een bestaand design kan gieten over onze bestaande website. Dus dat is op zich geen heel moeilijk werk, ook niet heel veel werk. Maar het zou leuk zijn als we daar een partij voor kunnen vinden die dat tof vindt om even op te pakken. Dus dat is de hele oproep. Praties. Mag ook iets kosten, maar het zou natuurlijk nog toffer zijn als dat in kite kan. Moet iemand dan speciale eisen voldoen om dat te kunnen? Dat is wel handig als je C6 kunt. verder niet heel spannend. Jullie hebben toch die coole tool, Figma of weet dat ding? Ah ja. Zo gaat er alles vanzelf. Okay. Pakken jullie samen even op, begrijp ik, Jorrit, na de meeting. Leuk. Ik hoor een kandidaat zich aanmelden. Heel goed, heel goed. Nou, dank Tim voor die mededeling, inderdaad. Dat waren we vanochtend ingekomen en was ik vergeten. Als je daar interesse in hebt, dan mag je bij mij een verbericht sturen. Mooi. Even kijken, dan gaan we door naar de actieve bolts en nieuwe initiatieven. En dat begint eigenlijk met een mooie mijlpaal in een bolt die al een poosje loopt. We hadden hem net ook even te pakken, de e-overdracht. En Mark, mag ik jou daarvoor het woord geven? Yes, toen zou ik even muten. Ik zit te kijken, ik moet de sessie even levend houden van DocuSign, anders vloekt me dat ding de hele tijd eruit. Nee, op verzoek van Pinkrokade, Gerimedica en NEDAP is ons gevraagd als Nuts community van zou het een idee zijn om een intentieverklaring op te stellen voor leveranciers die aangeven in ieder geval de bold e-overdracht, of in ieder geval het ondersteunen van e-overdracht,
in ieder geval ook mogelijk te maken op basis van de nutstandaarden. De aanleiding daartoe is omdat enerzijds kun je zeggen van nou, dat is toch inmiddels wel bekend. Want ik denk dat iedereen ook zal beamen dat heel veel partijen, zowel zorgorganisaties, koepels, brancheverenigingen, heel veel mensen vinden het toch nog wel lastig, ingewikkeld, twijfelachtig. Ook regio's waarmee we wordt gesproken horen via verschillende kanalen van ja, gaat dat nou wat worden met nuts of niet? Of gaan we toch wat anders doen? Dus we dachten, nou, misschien is het goed als wij als leveranciers, hè, we kunnen natuurlijk gewoon met elkaar dat gewoon besluiten om te zeggen, wij tekenen gewoon een intentieverklaring dat we in ieder geval EO-overdracht ook met nutstandaarden gaan ondersteunen. Dan halen we die angel eruit en dan kunnen we gewoon vrolijk verder. Nou, dan wilden we dat in een fysieke meeting, in de fysieke wereld, wilden we dat dan even een momentje van maken bij elkaar. Nou, dat gaat helaas niet lukken, maar we hebben een poging gedaan om, om dat een online momentje te laten zijn. Wat ik ga doen, ik zal in ieder geval even de intentieverklaring voorlezen. Ik kan hem gewoon ook even gewoon op het scherm zetten, dan kan iedereen meelezen. Dat er geen geheimzinnige dingen in staan. Nee. Kijken, hoe doe ik dat makkelijk? Zo. Deze. Yes. Dus ik zal hem eerst even weer lezen. Dat is een heel kort stukje maar. Intentieverklaring nutstandaarden voor EO-overdracht. De datum van vandaag. Overwegende dat er momenteel geen door de Rijksoverheid aangewezen infrastructuur beschikbaar is. Er voor 1 januari 2023 EO-overdracht gerealiseerd moet zijn in het kader van het inzicht subsidieprogramma en in dit kader gestart moet worden met realisatie. Er nog geen vastgesteld normenkader vanuit de wet elektronische gegevensuitwisseling beschikbaar is. De NUTS Bolt EO-overdracht conform de technische experts van haar organisatie een goede decentrale infrastructuuroplossing kan zijn zoals bewezen is in de in oktober 2021 uitgevoerde hackathon. De NUTS Bolt EO-overdracht gebaseerd is op de informatiestandaard EO-overdracht van NICTIS. En realisatie alleen in gang kan worden gezet bij tijdig wederzijds commitment van alle betrokken partijen. Verklaren onderstaande organisaties met vermelde oplossingen dat zij voor het inbouwen van de informatiestandaard EO-overdracht van NICTIS gebruik zullen maken van de standaarden van NUTS en actief zullen participeren in een co-creatieproces om hiertoe te komen. Nou, en dan een heleboel namen. Van partijen. We hebben e-care, we hebben Zorgdomein, Pinkrokade, NEDAP, Gerimedica, STB Groep, Label en Tenzinger. Ook daarvoor voor de volledigheid dat ik geen fouten heb gemaakt. We hebben ons best gedaan alle gegevens netjes over te nemen. E-care met de oplossing Pure en Dennis Snippert zal daarvoor ondertekenen. Zorgdomein met de oplossing Transfer. Herre Uitenhout en Peter Brinkerink. Pinkrokade met de oplossing Mijn Cares, daar hebben we Giel Smit. NEDAP met de oplossing Ons, daar hebben we Jomer Ter Wal. Gerimedica met de oplossing ISIS, daar hebben we Thomas Ferguson. Voor SDB Groep met de oplossing ECD, hebben we Bernard Otten. Voor Label met de oplossing Label Care, hebben we Helene Zwaneveld. En voor Tenzinger met de oplossing Vierit, hebben we Arnoud Martens. Hoop ik dat het oké is, want als ik het moet aanpassen, dan gaan we helaas uitlopen. Dus als iemand kan aangeven dat het niet oké is en anders niks laat horen als het wel oké is, dat is wel het makkelijkst. Dan... Mag ik nog even één vraagje? Mag dat of niet? Ja. Want kan je dan nog één keer zeggen why we dit nou eigenlijk willen? Heel kort. Dat was niet duidelijk in mijn inleiding. Om nou, duidelijkheid en onzekerheid weg te nemen in de markt. Dat is de korte samenvatting. Ja, en we stellen dus als nut, sorry, dat zijn dan twee vragen, dat er momenteel door de Rijksoverheid geen aangewezen infrastructuur is. Dat ja. Doen leveranciers, ja, die stellen dat, ja. Oké, daar kunnen we denk ik een week over praten, maar voor nu is het goed, denk ik dan, ja. In het kader van de inzichtregeling EO-overdracht, Jochem. Ja, oké. Ja. Een beetje kopen. Ja, oké. Ja. Alright, ik stop dit heel even. Wat ik nu ga doen is even op een knop drukken en dan gaat er wat e-mailmagie plaatsvinden, hoop ik. Yes, nou is bij deze gebeurd. Hooray. Nou, ik heb naar al deze mensen is een e-mail nu gestuurd. Dus als het goed is krijgen jullie een linkje binnen met het verzoek om dit document digitaal te ondertekenen. Even kijken. Dus als het goed is,
kun je daarmee zometeen op een knop drukken en dan gebeurt er wat onder tekenmagie. Ik zie nog een goede vraag van Arjo in de tussentijd, Mark. Oh, ja. In de chat. En de vraag is... Ik mis hier in het kader van de regering nog een belangrijke leverancier. Innovation, ja, klopt. Hadden wij ook uitgenodigd. We hebben trouwens alle leveranciers die op de een of andere manier betrokken zouden kunnen zijn bij e-overdracht uitgenodigd. En niet iedereen heeft op dit moment gezegd dat ze nu hier aan willen meetekenen. Kunnen niemand verplichten natuurlijk om dat te doen. Spannend. Dus dit vindt u allemaal op de achtergrond plaats, zeg maar, tegelijk, Mark? Yes. En is dat een soort parallelproces? Of gaat dat in een treintje? Als het goed is dat een parallelproces. Alleen mijn DocuSign zegt wel dat op de een of andere manier staat hij niet bij het overzicht. Maar het is ook heel traag. Dus het kan zijn dat er even iets traging in zit. Heeft iemand al een mailtje ontvangen? Helemaal wel. Oké, dat is wel goed gegaan. Oké. Ik had gehoopt dat ik hem op het scherm kon toveren en dat ik dan kon laten zien in real-time dat mensen aan het ondertekenen zijn. Maar dat is mij onduidelijk waarom dat niet kan. Ah, misschien omdat ik zelf geen ondertekenaar ben of zo van het document. Nu 2 van 9, Mark, dus. Oh, wacht. Nee, hier. Ik heb hem wel. Uiterhout, Bernhard, Dennis. Kan ik het document ook nog op het scherm toveren? Nou, dat was in de test. Dat is altijd zo. In de test werkt het altijd anders, hè? Kijk, hier, wacht. De spannendste ondertekensessie ever, zo. Ja, ik moet gewoon een beetje doorheen blijven praten als een soort slechte radiomaker. Kijk, Dennis heeft al ondertekend. Herre heeft al ondertekend. Bernhard heeft al ondertekend. En met de magie van de refresh-knop kan je dan volgens mij zien dat... Allemaal hetzelfde handschrift, zie ik. Ja, dat is heel knap hoe jullie dat voor elkaar hebben gekregen. Dat, Mag ik anders een voorstel doen, Mark? We laten dit proces nog even zo gaan. Ja, en, we gaan even naar het volgende punt en dan checken we daarna heel even hoe het ervoor staat. Ja, is er ook. Ja, dat is prima. Ik geef wel straks weer een tussenupdate. Misschien is het goed om nog heel even aan te geven, aanvullend. Ik stop tot dit even. Sandra is inderdaad ook hier. We hadden aangegeven ook aan de aanwezige leveranciers van, nou, dit is best wel een mooi momentje. Mogen jullie ook wat vragen stellen als input voor een persbericht om dit weer uit te kunnen sturen? Ook even de omgekeerde vraag. Wie vindt het niet oké om via e-mail zometeen of na deze uitzending wat vragen gestuurd te krijgen om te beantwoorden die onderdeel kunnen worden van een persbericht? Maar anders kun je ook gewoon niet reageren op de mail, mocht je dat echt niet willen. Maar dan gaat Sandra jullie in ieder geval mailen. Weet je of het vandaan komt. Ze willen voor maandag een bericht opstellen. En dus ook met het verzoek wel gauw te reageren als dat kan. Top, ja, weer door naar jou, Sergei. Dankjewel, Mark. Mooi. En mooi iedereen die hier op deze manier ook kenbaar maakt. En inderdaad daarmee ruis uit de markt wegneemt over de zekerheden die je dus wel hebt als je met je leveranciers met nuts aan de slag gaat op dit moment. Wordt dus zometeen nog even vervolgd. Dan gaan we naar 3b, het overzicht van de bots. Steven, als ik me niet vergis, pak jij daarvoor het woord. Ja, dat klopt inderdaad. Ik zal eens even mijn scherm gaan delen. Kan je daarbij, omdat er best wel veel nieuwe mensen zijn, ook heel veel kort de metafoor toelichten? Zeker. Zo. Wat is een nutbot? Die bedoel je toch? Ja, precies. Heel goed. Ja, ziet je ervoor. Goedemiddag. Ik ben Stefan de Vecht. En... even kijken, nutbots. Ja, we hebben het de hele tijd over. We doen net al iedereen dat weet wat het is. Maar ja, nuts. Nut was voortgekomen natuurlijk uit een soort nutsvoorziening. Ook al een klein beetje, omdat we... je moet wel een klein beetje gek zijn om te denken dat je met een heel klein clubje de hele het containerschip van de zorg, zeg maar, in beweging kunt of van richting kan doen veranderen. Maar verder werken op die woorden hebben we op een gegeven moment bedacht van nou ja, als je moet, nuts is een toolkit voor veilige gegevensuitwisseling in de zorg, maar we doen verder niks zelf aan data-uitwisseling zelf. Dat moet worden gemaakt met nuts. En daarom hebben we de analogie Bolt bedacht. Dus je hebt een moer en een schroef, de Bolt, en die draai je in elkaar.
En vervolgens heb je zeg maar iets wat werkt. Dus straks gaan we ook lekker sleutelen met die bolts op de workbenches. En zo hebben we dus een fantastisch setje aan analogieën bedacht. Dus dat is eigenlijk een bolt. Een bolt is een use case die je kunt maken met nuts. En die draai je op de nuts. Dus nou, we hebben er inmiddels best wel een aantal verzameld. En die zitten allemaal ergens in een life cycle, om het maar zo te noemen. Dus want er komt een initiatief met een use case, komen we mee in aanraking. Daar vindt er een verkenning plaats. En uiteindelijk is het doel natuurlijk dat het doel in productie staat. Maar daartussendoor zitten eigenlijk een aantal stappen. En het doel is om het nuts die min of meer zeg maar, te standaardiseren en te faciliteren, zodat uiteindelijk dat we die versnelling gaan krijgen, die opschaling die we proberen te krijgen met elkaar in die zorguitwisseling in Nederland. Want er moet nog gigantisch veel use cases worden gedigitaliseerd of geautomatiseerd. En als je daar maar een handvol per jaar doet, dat schiet natuurlijk niet op. Dus we moeten echt een standaardisatie gaan invoeren. Dus in onze optiek zijn dit eigenlijk een aantal stappen die we doorlopen met elkaar. Dus we komen met een initiatief in aanraking en er vindt een verkenning plaats. Kun je die use case oplossen met de nuts componenten, de nuts toolkit? Vervolgens, als dat zo blijkt, dan kunnen we met elkaar een ontwerp maken. Er worden allerlei technische keuzes gemaakt. Denk aan wat voor identificatiemiddelen gaan we gebruiken. Wat voor endpoints heb je voor nodig? Wat voor datastandaarden ga je gebruiken? Dat kan best wel zijn dat er de NICTIS zeg maar, bij betrokken is. Of dat er al een infrastructuur ligt die je met de nuts wilt gaan faciliteren. Nou, dat wordt allemaal vastgelegd in een soort ontwerpdocument. En vervolgens moet je dit gaan aantonen. Dus met alle leveranciers samen die betrokken zijn bij de use case, wordt er een proof of concept georganiseerd. Dat hebben we tot nu toe 2 keer gedaan en dat is in de vorm van een hackathon van een week, waarbij de meeste leveranciers ongeveer 1 of 2 samen met elkaar dat ontwerpdocument implementeren in bestaande software. En daarmee proberen we aan te tonen of hetgeen wat we bedacht hebben, of dat werkt en of het ook toepasbaar is in die unieke situaties van de software en het softwarelandschap voor die use case. Nou, na de proof of concept hebben we natuurlijk een heleboel dingen geleerd en moeten we met elkaar afspraken gaan maken over hoe we dat gaan toepassen. Dus al die input die we hebben gemaakt, dat ontwerpdocument en dat soort zaken en misschien wel bijvoorbeeld SIPs, bouwstenen van de NICTIS, die worden bij elkaar gelegd en vervolgens kun je met elkaar een technische afspraak maken. En als dat klaar ligt, dan weten dus alle leveranciers, nou, we kunnen aan de slag, we kunnen gaan bouwen. En dat duurt uiteraard een tijdje. En dan is het afgerond. Dan hebben we alle 6 stappen, alle 6 kanten van de nuts, of van de nuts hebben we afgerond. En dan staat een use case in productie. En kun je eventueel opnieuw beginnen voor een tweede ronde. Of is er weer een nieuwe bolt die we opstarten. En nu wil ik jullie graag een lijstje geven, of eigenlijk even doorlopen met de bots die we op dit moment actief allemaal voorbij de verkenningsfase zijn en ergens in dit proces zitten. Dus te beginnen met de Zorginzage 2.0. Zorginzage 1.0 is afgelopen jaar als eigenlijk de eerste proof of concept van NUT zelf in productie gekomen. Die draait nu in de regio Drechtsteden, waarmee we de uitwisseling of inzage van de huisarts in het dossier van de thuiszorg beschikbaar maken. Maar we hebben inmiddels een heleboel geleerd en de use cases is heel generiek. Dus even kijken hoor. De initiatiefnemer is het VIP-programma Baby Connect. Omdat daar eigenlijk ook inzage is tussen allerlei deelnemers in de geboortezorg. Dus COPE is eigenlijk een generieke functionaliteit. Samenstellen, opschrijven, waar onder andere bijvoorbeeld Baby Connect, maar ook die huisartsinzage, basisgegevens en zorg, allerlei diverse toepassingen van inzage van zorggegevens kunnen worden gefaciliteerd. In de huidige staat is eigenlijk, we beginnen volgende week te schrijven aan de technische afspraak. En daarin worden we gefaciliteerd door de taskforce samen vooruit. De tweede bolt die ik met jullie wil delen is de avond, nacht en weekendzorg. Ook al vaak afgekort met ANW. Daar zitten we momenteel in de ontwerpfase. Als ik me niet vergis is de initiatiefnemer hier in de regio Achterhoek.
En de scope die deze bot heeft, is eigenlijk het schaalbaar maken van thuiszorg op dat moment. Dus op het moment dat je met bijvoorbeeld een regio hebt waar de bevolkingsdichtheid niet zo hoog is. En je hebt in de nacht en in het weekend wil je mensen klaar hebben staan. Dan moeten die gegevens zo ver rijden dat het risico is dat die mensen eigenlijk niks te doen hebben. Wat je dus ook kan doen is met elkaar je regio delen en je mensen delen. En op die manier wordt het schaalbaar om op die momenten je zorg te verlenen. Alleen ja, er zit natuurlijk behoorlijk wat uitdagingen in. En dat is nu allemaal in het ontwerpproces proberen we dat uit te vinden, hoe we dat het beste kunnen doen. En de derde bolt is de e-overdracht. Nou, daar hebben we natuurlijk net al het een en ander over gehoord. Die afspraak met ons leveranciers is net eigenlijk op dit moment als we speak ondertekend. Initiatiefnemer is het VIP-programma Inzicht. Dus scope is op dit moment de verpleegkundige overdracht van het ziekenhuis naar de thuiszorg. Dus iemand is uitbehandeld en heeft nog in het ziekenhuis en heeft nog thuis zorg nodig. En nou ja, de huidige status is dus dat leveranciers zijn het of gaan het inbouwen. Nou, de laatste bol die we op dit moment hebben lopen is het KIKV-programma. En initiatiefnemer is het Zorginstituut. En de scope van deze bol is de kwaliteitsinformatie voor de verpleegzorg, dus intramuraal. Daar worden een heleboel gegevens altijd verzameld, zodat daar... denk aan over personeelsbezetting of financiële gegevens of kwaliteitsindicatoren. En dat gaat met de hand vooral. Dus veel Excelletjes die moeten worden ingevuld, dat duurt lang en is dus kostbaar. De bedoeling is om dat te automatiseren en een stukje authenticatie of autorisatie met mensen te regelen. En de huidige status is dat het ontwerp is min of meer klaar. We gaan eind januari een proof of concept doen met een aantal leveranciers. Dat is wat mij betreft de update over de... Super. De bots. Dankjewel. En voor zometeen na de pauze om 3:15 gaan we aan de slag. We gaan zo uitleggen hoe dat werkt. En veel van jullie hebben je daar van tevoren voor opgegeven. Mocht je hier nu zitten en je wil zometeen om 2:15 ook meedoen aan een van de workbenches, waarbij een van de bots die net gepresenteerd werd, verder uitgewerkt worden, kies dan alvast even wat in je hoofd waar je mee zou willen doen. En gooi dat in de chat, want dan kan je nog meedoen in een van de workbenches. Dus een opmerking dat het KIKV geen workbench is. Dus alleen die eerste drie. Ja. Zorginzage, ANW en E-overdracht. Ja. Als je je wel opgegeven hebt, hoef je dat niet te doen, want dan ben je al ingedeeld. Oké, dankjewel Steven. In aanvulling daarop is er een initiatief van het VGZ, de zorgverzekeraar. Die hebben ons benaderd en hebben zelf een aantal use cases in hun innovatieafdeling. Een daarvan wordt ook al een beetje aangeschetst. Dat is de bolt wondzorg. Stel je voor dat een patiënt inderdaad thuis een complexe wond heeft en bijhoudt hoe die wond zich ontwikkelt en dat kan delen met de thuiszorg en de huisarts, zodat er op tijd ingegrepen kan worden als het toch de verkeerde kant op gaat. Maar dat diegene ook zelf juist voor zijn wond kan zorgen zonder dat hij in het ziekenhuis hoeft te liggen. Dan krijg je een hele mooie balans tussen verplaatsen zorg en kwaliteit en kosten. He, dus dat is iets wat een van de ideeën is die speelt. En VGZ wil eigenlijk ook samen met de community door de longlist van bots die Steven nog niet heeft laten zien. En we hebben er nog meer die soort kandidaat zijn heen gaan lopen. En toewerken naar een soort workshop ook om met de community door die bots heen te lopen. En te kijken of er daar eentje boven komt drijven die ook zoveel waarde heeft dat het de moeite waard zou zijn toe te werken naar een POC. Dat event zal zijn op 26 januari. Dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn, schets dat vast met potlood in je agenda. Daar volgt nog nadere communicatie over via de community. Tot zover. Dan gaan we bijna pauzeren, maar voordat we dat gaan doen, gaan we even de workbenches voorbereiden. Zodat we direct na de pauze aan de slag kunnen. Oké. Oh ja, update, Mark.
nog even, ja precies, op de valreep. Ik dacht, ik zwaai heel heftig, maar dat werkt natuurlijk niet. Ja. Nou, iedereen heeft getekend. Behalve Arnold Martens van Tenzinger, waarvan we wisten dat hij op een later moment zou tekenen. Dus iedereen die hier aanwezig is, heeft getekend. Dus ik ga toch eventjes het resultaat van het harde werk. Is toch mooi om even te laten zien dan, hè? Ja, dat zeker. Het echt zo is. Of het echt zo is. Ja, ik heb dus al die DocuSign dingen lopen faken net in die kwartier. Jelmer, Thomas, Bernhard en Helene. Dat is hartstikke tof. Dus iedereen heeft gewoon zijn akkoord gegeven. Hartstikke mooi. Als Arnold straks ook tekent, dan wordt hij volgens mij rondgestuurd. Ja, het applausje. Ja, dat is mooi, mensen. Heel mooi. Heel tof. Ja. Ja. Dank voor het vertrouwen, moet je dan altijd zeggen. Ja, dat we hebben in elkaar eigenlijk, want dat zeggen we hier volgens mij mee. Ja, super. Ja, ja dat is toch iets om nog even te belichten hoor. Want dit is natuurlijk technisch ook heel mooi en fijn dat we dat in zo'n online meeting met z'n allen doen. Maar dit is iets wat nog niet heel vaak vertoond is in de Nederlandse zorg-ICT, wat we net waarnamen. Pre-concurrentiële samenwerking tussen leveranciers op de overlap van belangen op basis van open standaarden. Waarbij stevig geïnvesteerd wordt in de samenwerking en het vertrouwen. En in de markt zijn veel van deze partijen ook samen op bezoek bij inkopers. Dus concurreren ze keihard met elkaar op de functionaliteit. En dat je dat zeg maar en plein publiek in een community meeting tekent, dat is nog niet eens eerder vertoond volgens mij. Dus echt heel gaaf en stoer. Oké. Dan de uitleg voor de workbenches voor na de pauze. Nou, Steven heeft net al heel kort overzicht gegeven van welke bolts besproken gaan worden tijdens de workbenches. We hebben voor elke workbench ook een voorman of een voorvrouw die zeg maar de discussie en het gesprek en het werk leidt. Voor de bolts zorginzage en Baby Connect zal Toon Wezenberg dat doen. Voor de bolt aanwezorg Arjo. En voor de bold e-overdracht doen Floortje en Michiel dat. De meeste van jullie hebben je al van tevoren opgegeven. Je gaat zo meteen dan ook naar een Zoom breakout room na de pauze. Met de titel van de bold. En misschien zijn er nog specifieke dingen die jullie willen delen voordat we de pauze ingaan. Ik doe even een kort rondje, Toon. Nee hoor, geen vragen. Super. Arjo, zijn er nog dingen die je mee wil geven voor de pauze? Nee hoor, nee. Helder. Michiel, Floortje, zijn jullie er klaar voor? Ja? Zeker. Ja hoor, zijn er klaar voor. Mooi. En heeft iedereen die zich nog niet had opgegeven voor een workbench en die wel mee wil doen, in de chat aangegeven bij welke bolt je mee wil doen? Zo niet, doe dat nog eventjes. Kan en Sergey aanvullend, we zijn achtergekomen. Mensen kunnen ook gewoon zelf straks een breakout room kiezen. Dus mocht je nog niet hebben gekozen, je kan ook zelf switchen. Oh, dus mocht je denken, nou, dit is echt. Deze persoon vind ik gewoon niet zo tof. Dan kan je dus switchen. Ja, het is een soort online daten voor gegevensuitwisseling. Dat legt wel hoog, Mark. Ja. Dus dan weet je het, Michiel. Dat heb je er niet bij gezegd. Nee, dat is nu de verrassing van vrijdagmiddag. Als je al leeg loopt, dan weet je hoe laat het is. Ja. Precies. Heel goed. Je hebt je handtekeningen zijn gezet. We gaan gelijk verder. Ja, precies. Precies. Oké. Mooi. Nou, dan denk ik dat het op zich wel helder is. Het is mooi zo'n open space inderdaad, waar je dan ook heen en weer kan wandelen. Dan zijn we zelfs iets voor drieën. Ik wil toch gewoon de tijden aanhouden die we ervoor hadden ingepland. Dus we gaan nog even de vraag. Zijn er nog opmerkingen voor mensen die straks er niet meer bij zijn? Of vragen die nu gesteld willen worden? Daar is wel ruimte voor. Ik zag dus de vraag of de breakout rooms opgenomen worden. Maar dat is niet het geval bij Zoom. Dat hebben wij in de test ontdekt. Nee, dat kan degene die de... Dat kan wel... Nou, als we de toestemming voor hebben gegeven, kan iemand in de breakout room dat wel doen. Ja. Maar ik weet niet of dat... In onze test kon het alleen lokaal opgenomen worden. Ja, dan kan je lokaal. Ja, dat is natuurlijk niet ideaal. Dat is niet ideaal, dan krijg je grote bestanden en zo. Maar het kan dus wel als je dat wilt. Overweeg dat samen of je dat wilt. En als je dat niet wilt, doe het niet. Super. Misschien nog één suggestie voor de deelnemers van e-overdracht.
Want wij zijn van plan om ook even een rondje te doen langs degene, of bij de aanwezigen, welke uitdagingen er voor liggen. Dat kan per leverancier zijn, of als jullie nu ook willen nadenken in de pauze over de uitdagingen die je misschien aan bod wil laten komen, om met elkaar aan te sleutelen. Wij hebben er ook één en we willen ook een oplossingsrichting aan jullie voorleggen. Maar voel je vrij om ook dat aan te geven in de meeting voor straks. Mooi. En dan gaat het over de e-overdracht. Ja. Super, dankjewel Floortje. En ik zie net in de chat dat Arnoud ook getekend heeft. Dat is het voordeel. Je hoeft niet per se in deze meeting te zijn om te tekenen als je dat digitaal doet. Dus de lijst is compleet. Echt stoer. Oké, mensen. Nou, dank zover. Voor wie blijft tot 3:15, dan gaan we verder. En dan staan de breakout rooms open. Dus dan ga je naar de room waar je voor gaat. En voor wie we niet meer terugzien, dank voor de deelname. En tot later. Kijk, daar is iedereen weer. Yes. Maar gaan we zeker doen, Paul. Eventjes als toevoeging. Ja, dat vind ik een goed idee. Yes. Nou, mensen, ik hoop dat jullie een vruchtbare workbench breakout hebben gehad. We zijn bij het laatste agendapunt van de community meeting aangekomen. Bring your own drink. Ik heb hier een heerlijke alcoholvrij Duits bier. Dat is een hele goeie, zeker. Ja. Ja, in dat opzicht is het voor sommigen misschien juist goed dat het niet bij mij als het is vandaag. Dan kan je zelf net alcohol krijgen, als je dat thuis hebt staan. Is er iets terug te koppelen uit de workbenches, terwijl we onze biertjes of andere lekkere drankjes openen? Nou, ik wil op zich wel wat terugkoppelen. We hebben natuurlijk eventjes gewoon op hoofdlijn het ANW-proces geschetst en de problematiek. In ieder geval ook vanuit de regio Gooi en Vechtstreek in Eemland zie je eigenlijk dat de problematiek daar ook wel geldt. En verder hebben we ook nog wel eventjes wat zitten doorbomen over, wat meer de juridische consequenties. Hoe omgaan met mutaties na afloop van diensten, recht op inzage. Dus er zitten best wel links en rechts wat leuke vraagstukken om nog eventjes over door te bomen. Dus dat gaan we zeker doen. Dus wat mij betreft een leuke manier om weer stapjes verder te komen met de Bolt voor de ANW-zorg. En hoe gaat dat dan verder? Gaan jullie dan tussendoor afspreken? Of is het iets wat we moeten blijven koppelen aan de community meetings? Wat zijn de ideeën daarover? Nou, sowieso gaan we denk ik tussendoor links en rechts toetsen. Wat eigenlijk het proces is, en dat hebben we net niet eens in de workbench besproken, maar we zijn nu bezig met het uitwerken van die specificaties. Die bespreken we volgende week met de groep waar we eigenlijk mee gestart zijn. En dan is wat mij betreft het beeld om die specificaties ook gewoon even breder te delen. Ook over meerdere regio's die ook al aangegeven hebben betrokken te zijn, maar naar een verluid nu ook met meerdere leveranciers. Dus dan, volgens mij gaan we hem dan steeds completer en steeds scherper krijgen. Top, dankjewel. Ja. Even kijken, de workbench e-overdracht. Wie wil daar iets over terugkoppelen? Michiel, Floortje misschien? Even kijken, even naar Floortje, want Floortje moest zo afwezig, anders doe ik het even. Ik moet het voor jou doen. Goed weekend allemaal. Oké. Dan koppel ik even terug. Dag Floortje. We hebben een aantal onderwerpen gesproken rond de e-overdracht. We zitten daar natuurlijk in het stadium dat we al voorbij de ontwerpfase zijn en eigenlijk in een uitvoeringsfase zitten. Dus we hebben vooral onderling afgestemd van wat zijn nu onze uitdagingen waar we nu nog mee zitten. En er zijn eigenlijk drie dingen vooral besproken. Eén is dat hoe gaat de overdracht plaats als dat via tussenpartijen gaat, zoals zorgdomein of Point bijvoorbeeld. Een ander is van hoe ga je om met de situatie als er meerdere systemen worden gebruikt bij een zorginstelling. Dus dat eigenlijk de overdracht naar meer dan één systeem moet. En een derde is, wat ter sprake kwam, is eigenlijk de timing. In welke volgorde worden de verschillende onderdelen tot stand gebracht bij de leveranciers. Zodat er ook natuurlijk straks pilots en ingebruikname kan plaatsvinden. Dus zowel de zips, maar ook de nuts en ook de overdrachtcomponenten.
En eigenlijk is de conclusie, volgens mij was er heel erg behoefte bij de aanwezigen om op al die onderwerpen dieper en later en langer in te gaan. Want daar zijn best nog veel afspraken over te maken en afstemmingen over te doen. Mooi, dankjewel. Super. En vanuit Zorginzagen Baby Connect, Toon? Ja, het was een hele fijne discussie. Echt examen zoeken. Belangrijk was even, wat was nou precies de vraag? Weet je, want het is uiteindelijk het is een heel complexe materie. We waren op zoek naar het vastleggen van het netwerk, het zorgnetwerk van een cliënt. En hoe doe je dat dan en waar? En ook nog wat ideeën kunnen uitwisselen. Het is zeker zo dat de wereld van een cliënt veel groter is dan alleen geboortezorg. Dat hebben we ook even bestempeld als, nee, wacht nou even. Baby Connect is bezig met alleen de geboortezorg voor nu. Maar het is zeker niet de einde. Dus het is veel breder zoeken. En daarmee is ook het zorgnetwerk van een cliënt vinden een groter probleem. Belangrijke conclusie was van Guido, denk voorwaarts. Begin en dan ontstaat historie ook vanzelf. Want waarom moet je nu informatie ophalen van 10 jaar geleden? Je kan dat ook later. Weet je, dus er is veel meer ideeën uitgewisseld over hoe zouden we hiernaar kunnen kijken. En dat geeft wel lijnen om nieuwe gangen in te zetten. En de uitnodiging kwam ook van mijn kant af. Zullen we hierop doorgaan? Want het is goed om ideeën uit te wisselen en ook van andere kanten te bekijken. En dan samen tot een oplossing te kunnen komen, wat we dan willen pokken. Ja, dus zeer goed. Erg blij mee. Mooi, Toon. Fijn om te horen. En ook heel fijn om te horen dat er ook een soort VIP van VIP-programma's gaat komen. Om dit niet alleen voor Baby Connect te bespreken, maar eigenlijk min of meer dit soort gesprekken bij alle VIP-programma's in één keer te... Ja, dat is wel even een goede, Jochem, om even te noteren. Jij vroeg erom, en het is inderdaad zo. We zijn met verschillende VIP-programma's in discussie, ook met VWS, om inderdaad één niveau hoger neer te zetten. Maar het is niet een VIP-programma, weet je. Dus het is wel een organisatie om samen dingen te beoordelen. VIP stond toch voor versnelling en innovatie, ja, van proces. Precies. Dat is toch het programma? Ja, nee, we gaan nog sneller. Dan gaan we nog sneller. Ja. Ik zie daar ook wel een uitdaging voor ons, Jochem. Voor onze leveranciers om het behapbaar te houden en gewoon dezelfde technologie te hergebruiken. Maar het zou wel mooi zijn inderdaad als daar ook nog wat stimulering komt van VWS, absoluut. Ja. Mooi. Zijn er nog laatste aanvullingen? Want dan blijft de meeting gewoon open. Maar dan wil ik het formele deel, voor zover het formeel is in de community meeting, afsluiten. Er is heel veel stof nog om na dat afsluitmoment over verder te praten. Dus blijf vooral hangen als je dat wilt. En zo niet, dan zien we elkaar de volgende keer of in het veld. Tim, jij gaat het zeggen, of niet? Ja, ik wou vragen, maar dat zal ongetwijfeld aan mijn gebrek aan kennis liggen. De hackathon Baby Connect die heeft plaatsgevonden. Gaan we daar nog iets over presenteren in deze meeting? Een volgende keer. Goeie vraag. Dat is een goeie. Jorrit, wil jij die even oppakken? Want ik denk dat jij daar wel degelijk even snel wat dingen over kan melden. Ik wil het nu. Ja, nou ja, het is gelukt. Ik klaar. Mooi. Doei. Nou, bedankt Jorrit, dat was weer duidelijk. Nee, ik zou dat vooral even voorbereiden voor een... We hebben mooie filmpjes en alles. Ja, dus we kunnen wel een keer, maar dan misschien moeten we dan een half uurtje of zo pakken. Je moet even ergens anders aandacht aan geven. Hè? Lijkt me verstandig om voor de volgende keer dat even te agenderen. Want ik zou het wel mooi vinden. Vorige hackathon hebben we lekker kunnen terugkoppelen in de nutsmeeting. De volgende hoor ik ook graag alles van. Mooi. Ja. Misschien, we zijn niet zo van de formulieren en zo, maar het idee, we hebben dit nu gedaan met die workbenches, zeg maar. Dat is misschien wel goed. Als mensen daar nog op willen reageren, mag nu of later op Slack of zo, wat ze daarvan vonden van het idee. Of ze dat leuk vinden, of het nog beter kan. Maar ik heb er zoveel van genoten, maar ik ben ook wel nieuwsgierig wat anderen willen. Kijk, uiteindelijk is het de bedoeling dat we vooral kennis delen ook met elkaar en elkaar aangesloten op de hoogte houden. Dit leek ons een leuke manier.
Dus laat ook dat vooral weten, zeg maar, ook aan Floortje, die het mede heeft georganiseerd. Op Slack of andere kanalen. En ik denk ook, maar ik weet niet of jullie het besproken hebben in de verschillende breakouts, maar ja, als je niet een ander medium hebt waar je elkaar kan vinden, volgens mij de Nut Slack kan je altijd gebruiken. We hebben al kanalen voor deze bots, dus daar kan je in ieder geval elkaar vinden. Kan je ook aanvullende afspraken maken en buiten deze meeting om natuurlijk elkaar vinden. Dus doe dat ook gewoon. Maak daar gewoon gebruik van. Ik denk dat is misschien goed om naar je toe te voegen. Nou ja, volgens mij is het, werkt het hartstikke goed. Alleen je moet een keuze maken, hè? Dat is een beetje jammer. Ja. Je kan niet overal bij zijn. Ja, het leven zelf, ja. Ja, het nee. Leven zelf, ja precies. Lende. Al meerdere laptops aan jou, al meerdere account. Ja, nee, ik was ook best geïnteresseerd in het EO-vraagstuk. Je hebt toch een linker en een rechter hersteld, of niet? Ja, maar ik weet niet of ze alle twee fatsoenlijk functioneren. Maar gewoon twee stemmen. Nou, ik deel de kritiek wel. Ook nog eens een keer gelijktijdig, ja. Ik deel de kritiek wel. Ik vind het ook jammer om te moeten kiezen van de drie. Ja. Ja. Oh. Nou, maar hij komt over 3 maanden doen we het gewoon weer, hè. Wat ons betreft, denk ik. Als er enthousiasme voor is. En dan kunnen we gewoon kijken. Weet je, het zal altijd een stukje kiezen blijven. En ik weet niet wie het net vroeg, maar volgens mij ook proberen we natuurlijk in deze meeting zo regelmatig updates te geven van de verschillende bots. En als dat echt zo dadelijk te groot wordt dat het niet meer past in de meeting, dan moeten we maar weer eens andere ideeën verzinnen. Maar vooralsnog lijkt het wel te lukken. Ja. Dus dat is wel cool. Ja, maar kom ook zelf met ideeën, hè? Dus laat dat niet van een paar mensen afhangen. Dat is het mooie van de community. Je mag ook zelf dingen niet alleen roepen, maar ook doen. Ja, ik voel me gelijk aangesproken. Dank, Mark. Nee, ik ga gelijk nadenken vanavond. Ik kijk heel strak aan nu via Zoom. Weet je, nee, maar ik vind het hartstikke leuk, hoor. Dus het is zeker geen kritiek. Het is alleen meer dat je denkt van, nou, ik wil ook wel wat over de e-overdracht bij wijze van spreken meekrijgen. Het schijnt dat ik ook nog wel eens wat mee doe. Dus dan is dat ook wel fijn om dat ook een beetje te volgen, zeg maar. Ja, dus. En wat wel een goede is, we zouden wel kunnen kijken of het op de manier te organiseren is dat we die, als we weer breakouts doen of zo, dat we dat kunnen opnemen en dat we dat ook weer op YouTube kunnen gooien. Achter. Ja, desnoods maar eventjes lokaal zetten en dan hem voor de cloud in gooien. Dat is ook prima. Precies, daar vinden we vast iets. Je kon niet vanuit Zoom dat centraal regelen in ieder geval, maar misschien dat we dat inderdaad in overleg even met wat mensen wel kunnen organiseren. Dus daar zijn vast mogelijkheden voor. Maar qua overview, we hebben dus Nuts, we hebben dus Bolts, Workbench wellicht, en de washers, zijn die verdwenen? Of, Zeg eens van de metaforen, ik haak hier af. Oké, prima. Maar die eerste twee hebben we in ieder geval. Ja, goed zo. Ja, ik vond wat Steven deed heel erg leuk. Die breide ik geloof dat de borrel begonnen is. Ja, de borrel is begonnen, ja. Goed dat je het even zegt, Tim. Dus wie af wil raken, haakt af. Maar ik vond het qua metafoor leuk wat Steven deed daar straks. Met die 6 kanten, zeg maar, hè, als een lifecycle. En als je die moer ronddraait, dan heb je hem ook precies een keer rond. Dus dat is een hele mooie uitbreiding van de metafoor. En ik moest ook denken, als je voor het eerst, zeg maar, een moer op een bout doet, dan moet je sowieso zoeken, past die überhaupt? Hè? En als die dan past, dan lijkt die soms te passen. Maar de eerste draaidingen geeft, kom je er soms nog achter dat die nog net iets te groot of net iets te strak is. Of dat die er net niet goed op zit, zeg maar. Dus dat zou het stukje onderzoek kunnen zijn, bij wijze van spreken. Dan draait hij, ja, dan moet je de eerste paar slagen draaien. En dat is het POC. En dan begint hij goed te draaien. Nou, dan ga je langzaam maar zeker richting productie. Maar je moet er natuurlijk ook überhaupt iets mee vastzetten. Ik bedoel, zo'n bolt en zo'n nut staan ook weer niet op zichzelf. Dus daar moet dat ringetje toch ergens komen, Jochem. Maar wat je er dan mee vastzet, is wat mij betreft een open vraag. Ajo, denk ik. Die gaan we er in ieder geval mee vastzetten. Misschien is die intentieverklaring een washer. Ja, nou. Mooi. Ja, en soms moet je ook gewoon ophouden met metaforen. Dankjewel, Bas. Ik vind de intentieverklaring wel een beetje loctite, dat het vast blijft zitten. Kijk, er vind ik het woord meta ook in, hè? Dat is natuurlijk wel heel erg uitgezoomd. En er komt zo'n moment dat de opname echt uit moet, hè? Ja, nu! Oh, ja. Nu! Oh, nou ja, nu. Dit knip ik er allemaal uit, hoor. Ik kan hem wel stopzetten voor jullie als jullie dat vragen.